Welkom bij ook hashtag 1 van YouTube. Van, sorry. Het beeld beweegt een beetje. Van Fortnite hashtag 1. En ik start even de video. Jullie kunnen mij hopelijk nog wel van de eerste video. Van hashtag 1 buzzers. Van hashtag 1 verstoppertje. De vorige keer met Farming Simulator zijn we hier achter gebleven. Die sla ik even op. Zo. Dat doe je wel een paar seconden, maar niet heel lang. Nee, kijk. Dan gaan we Fortnite. Woe! Spelen het op een Switch. Kijk, dit zijn onze controllers. Ik ga het één keer zonder controle doen en de tweede ronde doe ik het wel met controle. Dat zijn controllers en er is ook nog een soort van stuk waar ik het erin kan doen. Dat is een soort van, dat is een bakje. Mm-hmm. Maar die ga ik in zonne spelen, want ik heb het nooit zo gespeeld. Dus dit is ook jullie eerste keer dat jullie zien dat ik het zo speel. Hij zet de camera nog even goed. Nee, kijk, niet te veel bewegen hier, want dan beweegt de camera veel te veel. Misschien hoor je hem op de achtergrond, maar dan geef ik mijn vriend wat tips. Hij hoeft niet heel veel tips te geven, maar gewoon voor de lucht. Ja, en anders beweegt de camera en dan worden jullie een beetje misselijk van. Ik speel Fortnite ook veel vaker soms. Niet op het kussen wat daar tegenaan staat. Ik zal nog even het raam dichtgooien. Dan hebben jullie niet te veel schittering. Luchtventilatie, sorry in deze coronatijd. Dit is op dezelfde dag wordt deze geüpload als buurtverstandje, omdat we deze ook op dezelfde dag doen. Heb je het altijd zo donker? Ja. Nou, kijk, ik kan altijd nog dit kippenlampje. En dan zien jullie prima wat. Hé, ik kan het wel goed, zeg. Rally. Dit is een nieuwe dit is de nieuwste Fortnite dans. Nee. Oh, laat dan eens de nieuwste zien. Ja, die is wel een van de nieuwe, maar die heeft al lang, maar die is weer nieuw in de item shop. Nou, dit, Waker. Dit had je nog nooit gezien. Dit had je moet je met z'n tweeën doen. Get up. We're not fine, so get up. Oké, we gaan nu het eerste potje spelen ooit. Nou, op de Nintendo niet. Maar gewoon met die dingen. Met jullie. Ja. Hij zoekt even de goede. Ja, ik ben niet heel goed. We doen het even lekker met even lekker een potje duo's. We hebben samen elkaar ook een vriend, maar niet meer echt. Wie zijn dat? Oh, dat is Jannik, die kijkt op. Jullie kunnen misschien Jannik niet of wel, ik weet niet. Nou, Jannik is een klasgenootje van ons. En hij is ook wel goed in Fortnite. En hij vraagt een Roy als vriend. Ik en Roy hebben samen level 30 gefixt. Klopt. We hebben samen potjes en zo gespeeld. Soms wel ik bij ze thuis. Hebben we ook samen potjes gespeeld. We zijn nog steeds wel samen. Maar vanaf nu, als ik Fortnite ga spelen, ga ik het met jullie doen. En dat hij Fortnite gaat spelen, ben ik er ook vaak bij. Ja. Het vaakst ben ik erbij. Ja, eigenlijk speel ik er niet zonder jou. Klopt, hij speelt het bijna nooit zonder. Oké. Oh, dit speelt echt wel fijn. We gaan vast de battlebus in. Kijk, hier kun je altijd schieten, maar je gaat niet af. Daar kun je altijd even oefenen voor de mensen die geen Fortnite hebben. Ik zit met een heel laag level iemand. Nou, hij is niet heel laag, dus ik voor. Bij Roy zijn nummer is hij wel een beetje goed. Maar niet heel goed. Roy is wel beter. Waar zullen we landen? Daar? Bij een tankstation. Kunnen we ook even laten zien hoe je een tankstation opblaast? Ik doe het nog. Spelen jullie Fortnite? Ik zet dan de leader al de W, de E, de E en die rek.
Of en Roy450. En dat kan je ons op Facebook. En ik zet het ook nog even in de beschrijving hoe wij heten. En nou ja, dan zien jullie het wel. Ja, dus en misschien hoor je geluid. Dat is iemand anders, maar wij kunnen hier niet mee praten, want wij hebben geen headset. Hier, een tankstation, we gaan het nu even opblazen, dat we niet af worden geschoten. Ik ben niet heel goed voordat jullie dat denken op dit, want ik heb het hier nog nooit op gespeeld. Voordat iemand komt, is, gaat hij hopelijk dood door je spullen. Maar ik laat jullie wel even zien hoe je een ding opblaast. Yo, ik heb full damage. Daar zit iemand, voordat jullie het niet wisten. With a flying girl. With a high blue flying girl. Die gaat sowieso dood. Alleen hij moet deze hier Joey zoals hij heet. Ik ben niet heel goed hierop, want dit is echt een van mijn eerste keren. Ik ben verbrand. Ik moet dit even laten looten, dat dit even wat weggaat. Want dan kan ik. Hier, ik heb gewoon iemand gedood met flaggen. Terwijl flaggen hier voor is. Dan kan ik kijken dat er iemand in mijn buurt is. Daar loopt er iemand. Of dat is een chicken. Oké, daar zijn wat mensjes. Ik zal eerst die kogels pakken. Ook. Daar zijn ongeveer wat mensen. We hopen dat wij niet doodgaan, maar eerder hun. Maar goed, dat is altijd nog afwachten, hè? Hier is een kist. Daar krijg je meestal niet paarse spullen uit. Maar de laatste update wel vaker. Ja, vaker, ja. Klopt. Maar nog steeds niet heel vaak. Als jullie zien dat het licht beweegt, excuses, daar kan ik niks aan doen. Oké, een reboot card, omdat hij ergens knock-out schoten. Hopelijk gaan wij hem doden juist. Maar ik weet het niet, want ik ben veel beter met controle. Want ja, dit is veel fijner, vinden we. Maar dan moeten jullie maar even in de comments zeggen dat jullie het graag willen. Maar we proberen iemand reboot te pakken en hopelijk kan hij weer met ons meespelen een potje. Totdat wij doodgaan, hopelijk. We hebben nog 50 levens, mama. En nog 200 nog wat seconden om hem te rebooten. Maar dat is. We denken dat het niet op tijd gaat lukken. Maar het zou kunnen. Dus we proberen zo snel mogelijk naar de reboot plek te gaan. We hebben net ook, voordat we deze video hebben gepost, hebben we ook nog een tijdje uitgespeeld. En dat zien jullie straks wel. Die is nu aan het uploaden. Of hij is al klaar. Ja, ik denk dat hij nu nog aan het uploaden is. Ongeveer. Maar ik heb een vraag voor jullie, wat jullie ook in de comments kunnen zetten. Zeg even wat een handig editprogramma is, jongens. Want ik heb nog geen editprogramma. Dus daarom zien de video's dat jullie dat vlardig vinden. Dat dit niet onze schuld, dat wij hebben geen editprogramma. Dus please, dan helpen jullie. En daar zijn mensen ondertussen, mogen jullie gewoon meekijken. En dan, helpen jullie me echt ontzettend. En daarmee kan ik dus ook de kwaliteit van mijn video's beter maken. We zijn al. Want ik krijg ook een video op YouTube kanaal. Wat ik al heel vaak heb gezegd. Maar ja, in de vorige video. Alsjeblieft, abonneer me. Maar nee. Het hoeft echt helemaal niet. Ja, maar daar is die reboot. Ja, maar er zijn mensen. En ik heb edit spullen nodig. Hij zegt dat we me moeten helpen. Ja, dompie. Jongen, ik moet bukken. Die is ook gereboot. Ja, we moeten dat nog doen. Hoeveel fijn dat er? Kan je die schoentjes er misschien weghalen? Ja. Mijn oude schoentjes hier. Zo, nu kan ik even kijken wat mijn loot en troep is. Ik
werkt wat heel nodig is. Ja, fijn heel, maar niet heel goed. Maar zo fijn als wat ik maar kon regelen. Yep. Misschien hoor je mijn geluid een beetje weg, maar ik ga even zitten. Hoe weet hij mijn naam? Hij kan nog niet eens horen. Ik weet niet waarom het dubbel wordt. Oh, dat doet die sommige gewoon. Ik heb even wat tijd nodig, want dan kan ik even zijn geluid proberen uit te zetten. Nee! Oh, hij heeft mij afgezien. Hier. Zodat jullie hem irritant vonden, we hebben het geluid van hem. We hebben hem gemuurd, dus we kunnen hem nu niet horen. Hé, Joy, ik zou wel wat harder praten, anders horen ze niet op het digibord. Als jullie mijn YouTube-kanaal op het digibord volgen, moet je iets harder praten. Oh ja, ik weet niet wanneer dat was. Hebben we ook zo'n video van hem op tv op het digibord gekeken bij op school? Klopt. Voordat jullie het nog niet wisten, wij zitten nog steeds op school. Ik ben nog maar 9. Ja. En hij is ook 9. Maar ik ben wel ouder als hem. Mm-hmm. Het scheelt maar 5 maanden en 6 dagen. Om precies te zijn. En wisten jullie wel dat je met een boot bij een tankstation kon tanken? Ja, dat is echt heel gek. Dat hebben wij uitgevonden. Ik heb met een boot vol tegen dat ding gereden. Klopt, en toen kunnen we gewoon tanken. Hij wordt eindelijk weer eens gereboot totdat we dood werden geschoten. Oh. Het stomste potje wat ik ooit heb gespeeld was toen had ik eindelijk wat geland. En toen werd hij doodgeschoten. Omdat iemand al met een geweer had. Ik ping dit geweer even voor hem. Om te kijken welk geweer het is. Oh. Wat de... Zijn er mensen daar? Ja, moet wel. Er zijn mensen. Daar is diegene, hè, van ons. Die ligt daar. Hoe is hij daar gekomen? Ik viel, maar je moet het even doen voor hem. We gaan hem even reviven. Maar ik zal nog steeds niet hoe hij dood is gegaan. Ik geef hem wat shield voor de aardigheid. Hier, bro. Oh, alsjeblieft. Er komt nu ook een tornado aan. Voor lol. Bro, waar schiet hij heen? Dat zijn niet eens mensen. Omdat sommige mensen dit niet kennen, ga even in de tornado. Voor mensen. Ik ga zo meteen in de tornado. Dat hij dichtbij is, ga ik nu een jaartje. Want dan kijk ik ook wat snel naar de Storm Eater Circle. Dat jullie niet weten wat de Storm Eater Circle is, dat is de cirkel, maar zo heet. In plaats dat je het zo dat mensen die niet kan. Ik vind dat je het om zo te noemen. Ja, klopt. Zo ga ik even wat sneller voor jullie erheen. Voordat jullie het wisten. Wow, oké, er zijn mensen hier. Dat is heel kut. Oh, sorry dat ik schuilt hoor. Nee, maar in de tornado kunnen ze ook minder snel pakken, hè. Dat hij me niet door heeft, ik zie hem daar lopen. Oké, hij zit aan het editen, dus hij moet gauw in de tornado. Want dan kunnen ze je minder snel pakken. Ja, want dan draai je heel hard rond. Hier kan ze mij bijna niet pakken. En nu gaan we ook nog even naar het strandje. We nemen echt voor jullie op YouTube onze risico's. Hiervoor. We laten onze team weten, want we kunnen niks naar. We kunnen het wel proberen. Kijken dat er een mens is gebeurd. Is het een slecht teamlid? Die gaat binnen een paar seconden al dood. Sorry dat ik het zeg. Als jij
mijn YouTube kanaal Nee, hij is Engels, dus dan kijkt hij niet snel. Maar jij bent echt zo ongoed. Sorry dat ik het zeg, maar you have not good. You are not good, Roy. Dat zei ik. Voor de mensen die het niet hoorden. You are not, have not good, zei jij. Jongen, sukkel! Wat dan niet weg, gek! 1 seconde nog! Ik haat hem. Ik haat hem. Hoezo? Ja, ga lekker dood. Je moet rennen. Ja, dat doe ik ook. We gaan dood, jongens. Nou, voordat jullie het nog een leuke video bij het begin vonden, we gaan hierna nog 1 potje doen, toch? Ja. Probeer met de auto te rijden. Ja, maar ik kom niet meer in de tornado, in de auto of zo te zien. Wat gek is dat. Maar hierna gaan we nog 1 video online zetten en dat wordt Fortnite hashtag 2. Ja. Voor de mensen die het niet weten. En dat is een losse video, los van deze. En dat is voor mij op dezelfde dag geüpload. Ja, denk ik wel. Maar echt, help ons om zo'n editprogramma te vinden. Er zijn nog maar 18 mensen over, maar wij gaan sowieso dood. Ja, omdat ik in 1 keer uit het niet meer in een auto kan. Dat is een hack, denk ik. Maar kijk maar. Jong. Ja, nu lukt die. Ah, Jan, jullie zagen het, maar... We zetten nog even een andere video online. Maar deze stop ik de video.